hoer, weet je, kom hier dan, kom neuken. Mag ik je volpompen? Nice ass, schatje, kom hier. Wat ik zelfs wel heb meegemaakt is dat ik bijvoorbeeld in de kroeg stond en dat ik gewoon alleen langs liep. En dat een jongen mij ineens pakte en helemaal aan mijn borst ging zitten tussen mijn benen. Zonder dat ik überhaupt wist wie dat was. Ik vind het dus heel belangrijk dat daar iets mee wordt gedaan. Omdat het voor heel veel mensen nog een beetje als een taboe wordt gezien. En doordat er dus aandacht aan wordt besteed, wordt het ook serieus genomen. Het meeste hoop ik erop dat de gemeente de problemen van deze vrouwen heel serieus gaat nemen en erkent en ook met hun in gesprek gaat. Zowel met de mensen die hier ervaring mee hebben als de hulpverleners om samen tot een goede oplossing en een aanpak voor dit probleem te komen.